Lieve mensen, we lezen verder in het boek 8 van de Aeneis, 646. We krijgen nu een scène aan, na afloop van het koninkrijk van Rome. Toen de laatste koning Tarquinius Superbus, wegens wangedrag en wegens bijvoorbeeld ook de verkrachting door zijn zoon Sextus van de mevrouw Lucretia, het land uitgeschopt was en het gevlucht was naar Etrurië, waar zijn familie ooit oorspronkelijk vandaan kwam. Hij zocht zijn toevlucht dus bij Porsenna, de koning van de Etruskische stad Clusium. Deze belegerde vervolgens Rome om te zorgen dat Tarquinius weer terugkwam op de troon in Rome. Want het is eigenlijk een soort van invloedssfeer van de Etrusken. Die wilden ze natuurlijk uitbreiden en Rome was precies aan de rand eigenlijk van Etrurië. Dat is eigenlijk het huidige gebied van Toscane, zo'n beetje ten noorden van Rome. Maar dat mislukte door heldhaftig optreden natuurlijk, dat is al het verhaal altijd, van de Romein. Waaronder Horatius Cocles en het meisje Cloelia, maar daar kom ik straks nog. Nec non Tarquinii ejectum Porsenna iubebat a Cypere. Dus moet je bijdenken, Romanos. Dus wat staat er namelijk? Nec non, dus en niet. Dat is natuurlijk ook weer zo'n litotes, een soort van dubbele ontkenning. En ook beval Porsenna, dus die Etruskische koning, de Romeinen, dat moet je erbij denken, als leidend voorwerp, een soort ellips, Romanos, om de ejectum Tarquinium, om de ejicere is eruit gooien, eigenlijk van e is uit, of ex, hè, en jacere betekent gooien, dus eruit gegooid, de verdreven Tarquinius, op te nemen, als koning dus, hè, op de troon, om het weer te ontvangen. Ingenti curbem. Laten we eens even goed voorlezen. Ingenti curb obsidione premebat. En hij premebat, hij letterlijk drukte, maar hiermee is dus als onderdrukte of bracht in het nauw, bracht de stad in het nauw, onderdrukte de stad met, dit is een ablativus, ingenti obsidione, met een enorme belegering, een reusachtige belegering, een omsingeling. Hè? Dan heeft het volk natuurlijk geen eten en zo probeert hij tot overgave te dwingen. Dat is nog wel een leuke zin ook weer, afzien van de litotes aan het begin en het enjambament hier natuurlijk, want het loopt uiteraard door tot aan Cypere. Hebben we hier ook een interessante woordvolgorde. Kijk maar eventjes, de stad staat natuurlijk midden tussen de enorme belegering, dus de belegering is rondom de stad, dus dat is beeldend bedoeld. En je hebt hier de Elysie, Aciperingenti curb obsidione, drie keer Elysie, valt weg, valt weg, M valt weg. Dus dat is, en dan ook, even kijken hoor, ingenti curb obsidi, hier is vrij veel, hoe heet het, spondee ook nog eens een keertje achter elkaar, lange lettergrepen. Maar de stad wordt als het ware klein, fijn geperst tussen die beleging en ingenti, en ook door de Elysie die je bijvoorbeeld daar hebt, daaromheen, hier zo en hier zo. Dus dat is een heel interessante, poëtische actie van Vergilius, zou ik kunnen zeggen. Hier een Asceneton. Aeneadai, weer een Elysie. Aeneadin ferrum pro libertate ruebant. De Aeneadai, de Aeneadun of zo, Aeneadun, dat zijn dus de afstammelingen van Aeneas. Dat is zo'n patronymicum gemaakt van de naam van Aeneas. En dat betekent dus de Romeinen uiteraard. Die ruebant, die storten zich op. Hè, die snelden in ferrum naar het ijzer. Of op het ijzer. Daarbij bedoeld uiteraard de zwaarden, dus metonymie. Pro libertate, voor hun vrijheid. Ten behoeve van hun vrijheid. Oké, daar gaan we nog even mee verder. Nog drie regels gaan tot hier zo. Il indignanti similem cuminanti aspiceres. Aspiceres, is een conjunctivus van het imperfectum. Hier niet zoals irrealis of zo, maar het meer een soort van potentialis van het verleden. Dus je had kunnen zien, je zou kunnen hebben zien, je zou hebben kunnen zien, of iets dergelijks, als je erbij was, hè? Of als je dat schild had gezien, voor mijn part. Illum, die, dat is hem, dat is dus Porsenna. Letterlijk lijkend op een indignanti en lijkend op een minanti. Lijkend op wat of wat dan? Nou, indignari is verontwaardigd zijn. Dat is een deponens. Maar dat doet er verder niet toe, want dat heeft hier te maken met een PPA.
NT en dan in de dativus, want similem gaat met dativus. En dat is zelfstandig gebruik, dus op een verontwaardigde, op iemand die verontwaardigd is. En lijkend op een minanti. Nou, hetzelfde soort vorm natuurlijk, hè, PPA in dativus van het werkwoord minari. Dat betekent dreigen of bedreigen, dus op een dreigende. Dus hij zag er verontwaardigd en dreigend uit. Hè, dat als je in zou zoomen op zijn hoofd, kon je heel duidelijk de verontwaardigde en dreigende gelaatstrekken van hem zien. En interessant ook opgeschreven, dat die bewering hier, dat het zo ontzettend mooi gemaakt was, zo ontzettend levens echt gemaakt was door Vulcanus, dat zie je dus aan de repetitio van simulem, simulem, simulem. En natuurlijk dat het chiasme is, indignanti, simulem, simulem, minanti, dat is echt duidelijk A, B, B, A. En natuurlijk ook een rijm van indignanti en minanti, gewoon rijm van die woorden, dat is ook interessant gedaan. En het engelement van aspicere, dat zou je echt kunnen hebben zien als je er was geweest. Dat benadrukt allemaal de levensechtheid. En waarom was hij nou indignanti en minanti? Pontem mauderet quia velra cocles et fluvium vinclis in naret cloelia ruptis. Nou, die twee helden daar, natuurlijk de mensen die ik al eerder noemde, namelijk Horatius Cocles. Het verhaal gaat dat hij toen de Etruscen er aankwamen en hun kamp hadden. Nou, nee, niet sorry, ik had wel opgeslagen. Nee, dat die dus bij de rivier waren gekomen. Dat Cocles, Horatius Cocles, toen zei tegen zijn mede-Romeinen: jongens, ik ga hier in mijn eentje op de brug staan. En ik verdedig in mijn eentje deze brug. Want het is redelijk smal, dus ik kan niet makkelijk 1 tegen 1 vechten daar. Of 1 tegen 2 misschien. Terwijl ik dat doe, terwijl ik zorg dat de Etrusken niet op de brug kunnen komen, breek jullie achter mij de brug af. Want dan zijn we helemaal van het gevaar af. Nou, zo geschieden. En dat lukte hem nog ook. Gaat het verhaal. Raakte wel gewond. Maar sprong toen de brug instortte. Verwond en al. En met wapens en al in het water. En sprong naar de overkant. En natuurlijk onder allerlei speren die hem zo naar hem toe geworpen werden. Maar dat overleefde hij wonder boven wonder. Dus dat is een zeer indrukwekkende heldendaad uiteraard. Ze vonden de Romeinen fantastisch. En nog een ander verhaal vervolgens dat een meisje, Cloelia moet ik eigenlijk zeggen, op een gegeven moment was het de oorlog met, hoe heet die, Porseno afgelopen, was een soort vrede gekomen als een wapenstilstand, en dan gaven ze over en weer gijzelaars om af te dingen dat men in gezicht eraan zou houden. Dus het meisje Cloelia met een paar andere Romeinen was gegeven aan Porsena, en dan als de Romeinen zich dan niet hielden aan het bestand, kon zij gedood worden door Porsena. En dat wilden natuurlijk de machthebbers in Rome niet, want zij was familie uiteraard van een van de machtige Romeinen. Dus dat was altijd een manier om ze te verzekeren van dat mensen zich aan hun woord hielden in een oorlog. Of in een vredesbestand misschien. Maar Cloelia, die ontsnapte uit het kamp van Porsena samen met een aantal anderen. En ze braakten hun boeien los en zwommen over de Tiber terug naar Rome. Wat deden de Romeinen? Die zeiden: ja, maar ho, dit is niet eerlijk. Als je niet komt, dan krijgen we een probleem met Porsena. Dan krijgen we weer oorlog, dat willen we niet. Dus ze hebben haar weer teruggestuurd naar Porsena. Porsena was zo onder de indruk van haar moed, gaat het verhaal, dat hij haar weer heeft vrijgelaten. Samen met de andere gijzelaars. Dus dat is het wat deze twee mensen zo bijzonder maakt. Een man en een vrouw. Goed, wat staat er in het Latijn? Omdat Cocles auderet durfde de pontem te velleren. De brug. Ja, velleren is als afbreken in dit geval. Hè. Dat kan meer dingen betekenen. Wat betekent het afbreken? Let op, dit is de versie van het verhaal. Alsof dus Cocles zelf die brug afgebroken heeft. Maar eigenlijk was dat waren natuurlijk de andere Romeinen dat. Dat was volgens Livius die het vertelt. De geschiedschrijver, terwijl hij aan het vechten was. En omdat, moet je even herhalen, en omdat Cloelia vinclis ruptis, ablativus absolutus, nadat haar vincula, haar boeien roepta, gebroken waren, ruptis is het PPP van roempere, nadat haar boeien gebroken waren, of nadat ze haar boeien afgebroken of losgebroken had, dat Cloelia dus de rivier zwemmen in, dus in de rivier zwom, of de rivier overzwom voor mijn part, als je dat een beetje vrij vertaalt, ook prima. Nog wel interessant op de grammaticaal te merken, dit zijn allebei conjunctives imperfectum hier zo, normaal gesproken zou je eigenlijk takuya altijd gewoon in
hoe noem je dat, een indicatieve krijgen. Maar omdat we hier eigenlijk al in een soort van potentiële situatie zitten, hè, als ik het zou kunnen hebben zien, is het ook wel logisch dat hij echt gewoon doorgaat in de cognitieve, maar bovendien is het ook niet een objectieve reden, van het is gewoon een feit of zo. Nee, het is het soort van subjectief, het is een beetje in de gedachte van, hoe heet die, van Porsenna, die was boos en dreigend. Waarom? Omdat, en dan komt er een reden die in zijn hoofd een beetje subjectief is. Dus dat, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar dat is ongeveer waarom er een cognitief gewoon staat in plaats van een indicatief. Nou, nog even iets korts over stijl. Even kijken. Heb ik eigenlijk al gezegd. Nee, verder valt er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Dus dat was de fase waarin toestand was met die Porsenna, vlak na het installeren van de Republiek. En dan komt een stuk later, komen de Galliërs Rome aanvallen. Maar daarover vertel ik in het volgende filmpje meer. Tot dan.